De schermers van Schermacademie Vezovski oefenen maar liefst 3 keer per week. Berghem TV woonde zo'n training bij en sprak daar met één van de sportambassadeurs van het district. U bent één van de 10 sportambassadeurs van het district Berghem. Waarom bent u dat geworden? Onze schermmeester, meester Vezovski, had erom gevraagd. En ik vond het ook een leuke gedachte om onze passie over te dragen aan de mensen. Want scherm is niet zomaar een sport, het is eigenlijk meer een passie. Wat gaat u nu eigenlijk doen met deze titel van sportambassadeur? Om de mensen meer aan te zetten om nog meer te sporten. Sporten in het algemeen of bij een specifieke club? Een specifieke club en dan denk ik vooral aan de schermen. En schermen dan bij Schermacademie Vezovski. Met hoeveel mensen zitten jullie in deze club? We zijn ongeveer een 120-tal mensen. Nee, we hebben 5 oefenavonden per week, verdeeld over verschillende categorieën. Jeugdcategorieën, senioren en veteranen. Is schermen een moeilijke sport? Het is een technische sport, dus moeilijk is het niet echt hoor, maar het is een vrij technische sport. Waar dat vooral de combinatie van vaardigheden belangrijk is. Wij zijn een klein schermland, maar afgelopen oktober hebben wij toch een zilveren medaille gehad bij de veteranen dan, op de wereldkampioenschappen. En een bronzen medaille individueel op floret, dus dat telt toch.